Zijn we klaar voor die uitslag? Waar het allemaal om draait vanavond. De beste brassband van 2008. Ik heb hier de voorzitter van de jury. Zijn naam is Nello Emerencia. En hij gaat het je vertellen. Geef die microfoon even door. Sir, let us know. Who won? Dankjewel. We roepen de koningin op, want we gaan... Oké, de koningin gaat de prijzen overhandigen. Mag ik mevrouw Ronde even naar voren hebben? Oeh, wat is ze mooi. De zomerkoningin, make some noise! Zij zal morgen al die praalwagens leiden. Ze staat voorop in de parade. Deze mooie dame heeft gewonnen. Van al die kandidaten werd ze de beste. Zwaai even terug. Mannen, laat je even zien voor die mooie dame. Waar zijn die mannen vanavond? Even zwaaien, jongens. En waar zijn die dames? Deze collega heeft hem vandaag genomen. De prijs. Hoe voel je je? Zenuwachtig. Echt waar? Voor hun, wie er gaat winnen. En ook voor mezelf. Want jij mag hem overhandigen. Ja. We gaan niet langer wachten. We houden je niet langer in spanning. Ik geef de microfoon door aan Nello Emerencia. Dank je. Dames en heren, het was bijzonder moeilijk. Het zijn allemaal winnaars. Maar zoals het altijd zo hoort bij een wedstrijd, er moet nog altijd een volgorde worden bepaald. En dat is ook vandaag gebeurd. De jury was duidelijk, het was heel moeilijk. En vooral het verschil tussen nummers 1 en 2 was bijzonder klein. En het was een nipte overwinning voor degene die op nummer 1 komt. Maar we beginnen bij de vierde plaats. Dames en heren, voor de vierde plaats met een prijs van €500. Die gaat naar... de Impact Press. Wij gaan meteen door, want ik weet dat jullie allemaal zeer benieuwd zijn naar de eerste en de tweede plaats. Dus we gaan eerst via de derde plaats. Die krijgt, en natuurlijk krijgt iedereen een beker. De derde prijs krijgt een cheque van €1000 en een beker. En dames en heren, die is door de jury bepaald dat die gaat naar... de Earthquake Brass. Blijven er maar twee over. En nogmaals, die twee hebben heel hoog gescoord. Het verschil was heel klein. De juryberaad was toch wel unaniem over deze uitslag. En daarom, ik geef eerst de tweede plaats. Dan weet je onmiddellijk wie de eerste is. De tweede prijs gaat naar, met een prijs geld van 1500 en een cheque. Die gaat naar, dames en heren, de tweede plaats geëindigd, T.O.K. Dit betekent, dames en heren, dat de winnaar van dit jaar, Ortel Zomer Carnaval 2008, beste brass band, is de Brass Eternity Music. Met een cheque van €3000 en instructies voor de reis naar Notting Hill in Londen. Carnaval, de beste band. De heer Sluis, hoe voelt dit? Hoe voelt dit? Had het niet verwacht. Tranen in zijn ogen heeft deze man. Hij represent de stad van Rotterdam. Bam! Brass Eternity Music. De winnaar van 2008. Hallo. Ik moet een beetje praten. Ik had het niet verwacht. Ik wil jullie allemaal bedanken. Alle fans. Alle jongens van Brass Eternity. De groep, dansgroep, E-Talents. Ik wil Dexter Renan ook bedanken voor het schrijven van de liedjes. Ik wil iedereen bedanken. Laat het horen! Yes sir, met tranen in zijn ogen staat hij daar. De brassbandleider, de heer Sluis. Van Brass Eternity Music, de beste brassband van Nederland mogen ze zich noemen. Dat zijn ze, de beste brassband van Nederland. Kijk ze gaan, Jan. En jij hebt ze gesupport. Ze komen uit die stad Rotterdam. Antillianen, Surinamers, iedereen is aanwezig. Iedereen gaat los en ook die andere brassband komen ze feliciteren. Want oh, wat is het een feestjaar. Die jongens
was het.